Arno Verschuren, eerste training zit erop. Hoe ging het vandaag? Ja, het ging wel prima. Het was een opstarttraining, dus dat is altijd wel lekker na toch een tijdje vakantie. Dus het was een prima training voor mij. Lekker om terug op het veld te staan. Ja, afgelopen seizoen heb je natuurlijk een hoop wedstrijden helaas moeten missen. Hoe sta je er nu voor qua fitheid? Ik ben terug volledig fit. Ik heb 2 maanden uiteindelijk doorgetraind met een personal coach in Leuven. Dus daar ben ik goed behandeld geweest. En dat is positief uitgedraaid, dus ik kan terug gewoon mee de voorbereiding starten. Nog wel een beetje kijken naar qua belasting de eerste trainingen natuurlijk. Maar op zich ben ik gewoon terug fit en kan ik op het veld staan. Ja. Veel jonge jongens vandaag om jou heen. Met 22 ben je eigenlijk al een van de ervaren rotten in het elftal. Zie je voor jezelf ook een bepaalde rol voor komend seizoen weggelegd als ervaren dienende speler? Ja, precies. Ja, het is een heel jonge groep. Ik denk dat we de afgelopen jaren ook wel hebben gehad. Maar uiteindelijk, ja, ik zit nu in mijn vierde jaar hier. Dus ik weet wel hoe het hier een beetje gaat. En zo kan ik ook wel de jonge jongens begeleiden. Ik denk dat dat ook wel een van mijn taken hier is. Dat ik dat ook heb aangegeven dat ik dat graag wil doen. Ik werk ook heel graag met de jonge spelers. Dus het is absoluut leuk om ze een beetje te begeleiden. En een beetje, te laten horen wat er hier gebeuren gaat, zeg maar. En we gaan natuurlijk helaas een niveautje lager voetballen komend seizoen. Heb je voor jezelf doelstellingen op een rij gezet van dit wil ik vandaag of dit seizoen voor mezelf privé echt gaan bereiken? Privé heb ik ook al mijn doelstellingen, maar ik denk dat de belangrijkste doelstelling voor ons gewoon promotie is. En dat is voor mij punt nummer 1. Dus we zijn inderdaad vorig jaar gedegradeerd. Dus het is de bedoeling om zo snel mogelijk terug naar de Eredivisie te gaan. En voor mij staat dat op nummer 1, zeg maar. En we gaan jou dit seizoen op het veld zien bij NAC. Ja, absoluut. Ik ben helemaal fit en ik heb er heel veel zin in om terug in het stadion te spelen. Dankjewel.